Alles wordt duurder. Die prijzen mogen best weer wat omlaag, toch? Ja, het is onbetaalbaar bijna. Ja, echt. Maar dit zijn allemaal aanbiedingen van een euro. Als alles ineens goedkoper wordt, is dat ook niet goed. Waarom? Dat leg ik je uit in deze video. We hebben natuurlijk te maken met een gigantische inflatie, want dat raakt natuurlijk heel veel mensen. Inflatie. Daar hoor je de laatste tijd veel over. Er is sprake van als de prijzen stijgen en je dus voor hetzelfde geld minder kunt kopen. Producten zijn op dit moment schaars, want er is meer vraag dan aanbod. Daarom kunnen producenten meer vragen, omdat ze hun producten toch wel verkocht krijgen. Is de situatie precies andersom, dan hebben we het over deflatie. De prijzen dalen dan, waardoor je dus meer krijgt voor hetzelfde geld. Zo worden de boodschappen een stuk betaalbaarder. Mooi meegenomen, toch? Ik zie in elk geval de zorgen die bij heel veel mensen leven. De prijzen die schommelen altijd wel een beetje. Bijvoorbeeld vergeleken met vorige week of vorige maand. Dan hoeft er niet direct wat aan de hand te zijn. Economen kijken naar de situatie vergeleken met een jaar eerder. Als de prijzen dan dalen of stijgen, dan is er deflatie of inflatie. Je zou zeggen dat het goed is als de prijzen dalen. En toch is het niet zo simpel. Want deflatie is een signaal dat het niet goed gaat met de economie. Waar mensen eerst in de rij stonden voor dat ene product, is die rij nu een stuk korter geworden. En daarom moeten producenten hun prijzen verlagen, zodat ze toch dingen kunnen verkopen. Tegelijkertijd blijven de kosten voor personeel gelijk. En de huur en de hypotheek die dalen bijvoorbeeld ook niet. Ondernemers houden dus minder geld over en daarmee groeit ook de economie minder. Als die situatie maar lang genoeg aanhoudt, dan ligt een recessie op de loer. Aandat die energieprijzen en die grondstoffenprijzen, dus daarmee ook de inflatie, langjarig hoog blijven. Deflatie is zeldzaam. In Nederland komt het bijvoorbeeld maar heel soms voor. De laatste keer was in 2016 en de laatste keer daarvoor was in 1987. Daar zat dus heel lang tussen. Ook in de meeste andere Eerste Wereldlanden komt deflatie maar nauwelijks voor. Eigenlijk de enige uitzondering op die regel is Japan. Want daar hebben ze er de laatste decennia regelmatig mee te maken. Japan's central bank has implemented a highly unusual method to stimulate inflation and get the economy going again. De Japanners zitten in een soort vicieuze cirkel. Doordat de economie niet groeit, verdienen bedrijven ook niet meer geld. Zij kunnen de lonen van hun werknemers niet verhogen. Het gevolg? Zij geven niet meer uit en dus stijgen de prijzen niet. Aanhoudende deflatie, dat willen we dus duidelijk niet. Maar alleen maar stijgende prijzen ook niet. De Europese Centrale Bank stuurt op een continue inflatie van zo'n 2%. Want zeggen zij, een beetje inflatie is goed. Good afternoon to all of you. Als de prijzen steeds een klein beetje stijgen, merken consumenten dat niet echt. En meestal stijgen ook de lonen redelijk mee. Op die manier worden consumenten gestimuleerd om meer geld uit te gaan geven, waardoor de economie groeit. De ECB kan de inflatie beïnvloeden door de rente aan te passen. Als de rente bijvoorbeeld hoog is, is sparen aantrekkelijk. Mensen zetten hun geld op de bank en geven het niet uit. Het gevolg? Minder vraag en lagere prijzen. Daartegenover staat dat als de rente laag is, lenen aantrekkelijker wordt. Mensen hebben meer te besteden, er komt meer vraag en dus gaan de prijzen dan omhoog. De prijzen zijn gewoon niet normaal die omhoog gegaan zijn. Dat merk je echt heel goed. Door het einde van de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de schaarste van grondstoffen is de inflatie op dit moment enorm hoog. In Nederland was die in mei bijvoorbeeld ruim 10%. Nog hoger dan het Europese gemiddelde van rond de 7,5%. Voor het eerst in lange tijd denkt de ECB erover na om de rente te verhogen. Want dat kan die prijsstijgingen dus afremmen. We staan klaar om adjust all of our instruments within our mandate. Als er wordt ingegrepen, dan zullen de prijzen waarschijnlijk minder hard gaan stijgen. Maar ze stijgen dus nog wel. Het liefst met die gewenste 2%. Eigenlijk betaal je dus altijd meer dan een jaar eerder. Als je ziet wat ik betaal per maand, ja, dan denk ik, waar gaan we naartoe? Of en wanneer de prijsstijgingen nu gaan afremmen, dat is nog even afwachten. Want het hangt dus onder andere af van wat de ECB gaat doen, van Oekraïne of wat er in de internationale handel gebeurt. Eén ding is wel zeker. Sterke prijsdalingen zijn niet goed voor de economie. Maar de kansen die er komen is dus ook niet heel groot. Want eigenlijk wordt alles wat je koopt steeds een beetje duurder. Wat er gebeurt in Oekraïne heeft grote invloed op wat jij betaalt in de supermarkt. Hoe zou die oorlog kunnen eindigen?
Dat en meer leg ik je uit in video's op ons kanaal. Abonneer je nu!